C'est un lieu qu'on a loué pour les migrants arrivant essentiellement de Libye ou partant vers la Libye pour justement aller en Europe. Les nationalités, c'est des pays donc, du Sud-Sahara, en majorité des Sénégalais. Puis nous avons du Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, du Guinée, du Gambie, du Congo, etc. In het zuiden van Tunesië, vlakbij de Libische grens, worden mensen opgevangen die in Libië een vergeefse poging hebben gedaan om richting Europa te vertrekken. Veel zijn mishandeld en uitgebuit door mensensmokkelaars en daarom naar Tunesië gevlucht. Ze komen niet in aanmerking voor een asielstatus. Aujourd'hui, nous avons 133 personnes. C'est supérieur à la capacité de façon de ce foyer, qui n'est en fait qu'à 100. Mais comme vous savez, pour le retour volontaire dans leur pays, ça met beaucoup de temps pour avoir le laissez-passer des autorités consulaires. Sommigen zijn binnen een paar maanden weg, anderen wachten hier al 2 jaar. So I'm just thinking. Thinking what happened in Libya. Long time I was there. I'm there, you know. I cannot enter in Europe, so I'm thinking about that, you know. We cannot go back. We cannot go front. It's very difficult for us, you know. Als het aan de Europese Unie ligt, komen er in Tunesië meer van dit soort opvangplekken voor migranten en vluchtelingen. If you look at the numbers across the Central Mediterranean, particularly those leaving Libya and arriving in Italy, the numbers have been fairly consistent and slowly rising over the last 2 years. So while from a political point of view, the Turkey situation has been resolved, this is a continuing challenge in the Mediterranean that leaders feel they have to resolve now. De Europese Unie is erop gebrand overeenkomsten te sluiten om te voorkomen dat migranten Europa bereiken. Een soort Turkije-deal, maar dan met tientallen landen in Afrika, waaronder dus Tunesië. Om dit voor elkaar te krijgen is Europa bereid alle middelen in te zetten. Uit EU-stukken blijkt dat Europa Tunesië in ruil voor hun hulp bijvoorbeeld meer mogelijkheden wil bieden voor legale migratie, onder andere voor Tunesische studenten. Hulp bij het opzetten van een migratie- en asielbeleid, meer ontwikkelingshulp en handelsafspraken en ondersteuning bij terrorismebestrijding. Er is al een soortgelijke deal met Libië, maar de vraag is wat die waard is. Many reports cite instances of abuse in detention, torture, even execution in Libya. The GNA, which is the official UN-backed government in Libya, really doesn't control that much of the country. So there are real question marks as to how much of this can actually be done in Libya. And that's one of the reasons why countries are also looking at Tunisia and Egypt as alternative places where you can pull individuals back to. Tunesië wordt gezien als het enige succesverhaal van de Arabische lente. Maar het land gaat door een moeilijke periode. De jonge democratie is fragiel, de economie zwak. Zo bedraagt de werkloosheid onder jongeren zo'n 30%. Het gaat dus naar Engelsië, maar het is moest dat. خاطر عملت 1000 مطلب نمشي نعدي مثلا عديت في الضباط في الحاكم في الشرطه هاتوا نعيطوا لك عملوا معي كيف استدعوني اللجنه بعد عمليه الفرز بالطبيعه ود سيفلين ود سيفلين مستقبل ما فماش في تونس كلها تحب تخرج لبرا كلها تحب تحرق كلها متيقره كلها تنسي في رواحها بالزريرق وبالحرابش وما فاهمين شيء هات الحي هيك تشوف فيها حي مهمش بقى مهمشة ما فيها حتى شيء يعني هيك تخزر حتى كيساتك تشوف في الغرام قدامك بيت بطالة ما عندها ما تخدم باش هيدها وقاعدة بطالة يعني واحد من 26 سنة ما عندي حتى شيء يعني أنت تفكر في الهجرة نفكر في الهجرة بالطبيعة أول حاجة نفكر فيها أنا كان لقى هجرة ديركت نخرج يعني إذا جاتك الفرصة للهجرة لأوروبا نخرج ما غير تردد علاش؟ علاش؟ هيك تشوف واحد بطال علاش قاعد؟
تجيك خارج البر باش تتفرهد امورك علاش قاعد في تونس لا تخدم لا تخدم. Terwijl Tunesië worstelt met de economische problemen, neemt de druk om te helpen bij het oplossen van de migratiecrisis toe. Vorige week kwam de Italiaanse krant Il Corriere della Sera met het nieuws dat Italië op het punt staat een deal met Tunesië te tekenen. Een aantal van de bootjes die vanuit Libië vertrekken, zou moeten worden onderschept en naar Tunesië gesleept. Volgens de krant gaat het om 200 migranten per maand. Die migranten mogen in Tunesië asiel aanvragen voor Europa en daar de uitspraak afwachten. Degenen die de asielstatus verkrijgen, gaan op een veilige manier naar een Europees land. De overigen blijven in Tunesië tot ze kunnen worden uitgezet naar het land van herkomst. 200 a month is a tiny proportion of the number of people who are taking this journey. It's not clear that it would have any large impact, but I think they're testing the water to see what is possible and what is not. The question for Tunisia, with a very large youth demographic and a significant proportion of that youth unemployed in Tunisia, is well, what will they get from this beyond money and cash? Is the EU willing to establish labour migration opportunities for Tunisian youth or other opportunities that would help that government provide for its own citizens? De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van Tunesië kent het verhaal en ontkent dat er concrete afspraken zijn. نحن في وضعية تشارك. هي علاقات سيادية. علاقات دولية يحترم فيها الطرف الآخر. تونس لا تقبل بالمرة أن تكون أرضاً لتثبيت ربما كما يدعي البعض اللاجئين من جنسيات أخرى. De vraag is of Tunesië überhaupt in staat is om de hulp te bieden waar Europa om vraagt. Het heeft geen volledig functionerend asielsysteem. De bescherming van vluchtelingen en de behandeling van asielaanvragen worden dan ook niet door de Tunesische overheid gedaan, maar door de UNHCR. Daarbij krijgen ze steun van de Tunesische Rode Halve Maan. De Rode Halve Maan organiseert ook de opvang bij de Libische grens. Nous avons des difficultés économiques assez énormes. Les gens ne trouvent pas de boulot. Les gens aussi ne veulent pas que ça soit un dépositoire de l'Europe. Vous savez, c'est aussi c'est psychologique. Les gens n'acceptent pas cette tendance que l'Europe veut laisser chez nous et pas chez elle. Vous voyez, donc c'est un peu tout ça. Il y a d'abord l'économie, puis il y a aussi les sentiments de la population.